Hoe bepalen zielige nieuwsbeelden of jij je portemonnee wel of niet trekt? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel, stel dat ik jullie allemaal 10 euro geef. Iedereen krijgt van mij 10 euro. Maar die mag je dan niet houden, maar die moet je vervolgens doneren aan een goed doel. En dan wel aan een organisatie die zich bezighoudt met kinderen tijdens humanitaire rampen. En mijn vraag is dan aan jullie: aan wie zouden jullie die 10 euro willen geven? Zouden jullie die 10 euro willen geven aan een organisatie die gebruik maakt in hun campagnes van beelden zoals deze? Of zouden jullie die 10 euro willen doneren aan een organisatie die gebruik maakt van beelden zoals deze? Wie in deze zaal zou kiezen voor de organisatie die gebruik maakt van beelden aan de linkerkant? Durf maar, gewoon, niks mis mee, oké? Okay. En wie zou geld geven aan de organisatie aan de rechterkant? Nou, dat is een duidelijke meerderheid, een heel erg duidelijke meerderheid. En dit is heel erg interessant. Tenminste, voor mij is dat heel erg interessant, want dat laat iets heel erg interessants zien. Dat laat een verandering zien uh, die er heeft plaatsgevonden in het Westen en in Nederland in het bijzonder. En wat die verandering is en waarom die zo interessant is, om dat uit te leggen, moeten we even wat terug in de tijd. We moeten even naar het jaar 1968. Dat was het jaar dat er in Biafra, in het oosten van Nigeria, een verschrikkelijke oorlog woedde. Een onafhankelijkheidsoorlog. Het was een provincie die wilde onafhankelijk worden van de rest van Nigeria. Als gevolg was er een verschrikkelijke hongersnood, waar binnen twee jaar meer dan 1 miljoen mensen doodgingen. En we zagen voor het eerst op Nederlands tv massaal beelden van. Uh, slachtoffers van humanitaire rampen. En het soort beelden wat we zagen, nou, dat waren dit soort beelden. Het waren beelden van, van kinderen um, die niet genoeg te eten hebben of dan wel eens iets te eten krijgen. Um, mensen die op de grond zitten en beelden van westelijke hulpverleners uh, die dus uh, uh, eten uitdeelden aan die kinderen. Geloof het of niet, maar het was echt de eerste keer dat het Nederlandse publiek hiermee geconfronteerd werd. Tot die tijd was Afrika heel erg, eigenlijk heel erg veel hoop en heel erg veel optimisme over al die nieuwe landen die net onafhankelijk waren geworden in Afrika. En dit was de eerste keer dat zeg maar, dat beeld van dat hongerbuikje, dat dat eigenlijk zo symbool kwam te staan voor het, dat hele continent eh, Afrika. Vandaag de dag moeilijk voor te stellen. En de beelden die we toen zagen, dat waren dus... Heel erg dit soort beelden. Beelden van, van zielige kindjes, uh, beelden van, van ja, passieve slachtoffers eigenlijk, die leden onder die erbarmelijke omstandigheden. En dit was ook het, eigenlijk het, het, ja, het begin van die grote tv benefietsgalas en van die grote concerten die probeerden geld op te halen voor goede doelen. En een van de meest belangrijke, of misschien wel de meest belangrijke, was een kleine twintig jaar later, 1985, de Live Aid-concerten. Uh, Sommigen van jullie weten het misschien nog. Uh, een enorm groot uh, uh, gebeurtenis, het grootste mediaspectakel tot die tijd toe. Iedereen was erbij. David Bowie, Bob Dylan, Rolling Stones, noem maar op. Een enorm succes. Het haalde ongelooflijk veel geld op. Bijna 2 miljard mensen keken dit. Mogelijk gemaakt door de nieuwe satellietentechnologie. Waardoor die verschillende concerten op verschillende plekken tegelijkertijd konden worden uh, bekeken. Maar de beelden die we toen te zien kregen uit Ethiopië, waren toch weer diezelfde beelden van hulpeloze slachtoffers. Die beelden van de kindjes die op de grond zitten, die bedelen om eten. En het waren niet beelden van mensen die daar zelf ook iets proberen van te maken. Dus mensen die weliswaar in een verschrikkelijke situatie terecht zijn gekomen, maar zelf proberen eten te ritselen, elkaar te helpen, ouders die hun kinderen proberen eten te geven. Maar het was heel erg dat slachtofferverhaal. Na Live Aid gebeurde er echter iets heel opmerkelijks. Er kwam namelijk na Live aid heel erg veel kritiek op dit soort beelden. Juist omdat Live aid zo groot was, was er opeens een bewustzijn dat dit soort beeldvorming rondom ontwikkelingslanden misschien helemaal niet, ja, niet goed is. En dat er misschien veel meer nagedacht moet worden, bijvoorbeeld over de, de, de waardigheid van die mensen die je daar afbeeldt. En die kinderen die eigenlijk zelf helemaal geen toestemming kunnen geven om op die manier afgebeeld te worden op de media. En ook kritiek op de, of de, de vraag eigenlijk kwam van, reduceer je zo'n onwijs complex humanitaire ramp niet eigenlijk veel te veel als je het alleen maar hebt over die hongerbuikjes, en als je het alleen maar hebt over die ene emotie, die, dat medelijden wat dat moet oproepen. En alsmaar dat laten zien van dat kindje, waarom zien we alsmaar die kindjes? Waarom zien we niet ook... Volwassenen mannen, volwassenen vrouwen die net zo getroffen zijn door die hongersnood. Nou, dat is natuurlijk geen toeval dat we alsmaar die kindjes te zien kregen en voor een deel nog steeds te zien krijgen. Want als je kijkt naar wat voor soort slachtoffers het meeste medelijden opwekken bij ons, als je kijkt naar onderzoek hierna, dan zie je bijvoorbeeld in, in dit grafiekje van de Nederlandse onderzoeker Dijker, een psycholoog dan zie je dat het, het, het medelijden wat je als slachtoffer kunt verwachten heel erg afhankelijk is van hoe oud je bent en of je man of vrouw bent. Dus de lijn die je hier ziet, is dus de lijn van nou, de hoeveelheid medelijden van mannen, dat is uh, voor mannelijke slachtoffers, dat is de zwarte lijn, en vrouwelijke slachtoffers, dat is die gele lijn. En wat je dus ziet is dat hele kleine kinderen, kleuters, verreweg de meeste medelijden uh, kunnen verwachten als ze worden neergezet als slachtoffers, en daar maakt het nog niet zoveel uit of het nou mannen zijn of vrouwen, meisjes of jongens. En dan gaat het heel erg naar beneden. En dan gaat het, als je heel erg oud wordt, gaat het op een gegeven moment weer een beetje naar boven. Hè? Dan, dan ben je weer uh, kwetsbaar. Wat je heel duidelijk ziet, is dat het op een gegeven moment, als het een beetje de, in de tienerjaren, in de volwassenjaren komt, dan maakt het heel erg uit of je vrouw bent of man bent. Hè? Dus een beetje het, het worst-case scenario is zo iemand als ik, uh, een volwassen man. Uh, dat is dat ik zit echt helemaal in dat dal, dat dal van medelijden, zeg maar. Maar toch. Is het zo, ondanks dit, dat vandaag de dag steeds minder organisaties gebruik maken van dit soort zielige beelden. Eh, zeker dat soort beelden van de, de, de kindjes met hongerbuitjes en vliegjes op hun ogen. Dat zie je toch eigenlijk bijna niet meer vandaag de dag. Sinds de jaren negentig zijn er zelfs richtlijnen opgesteld door allemaal organisaties die. Dat soort humanitaire organisaties vertellen wat voor beelden ze wel of niet moeten uh, laten zien van slachtoffers. En onderzoek een paar jaar geleden heeft zelfs laten zien dat in slechts 15% van de onderzochte mediauitingen van humanitaire uh, campagnes, worden nog dat soort beelden gebruikt, van medelijden, opwekkende slachtofferbeelden. En als we het dan hebben over noodhulp, dan ziet het er een beetje anders uit. Bij noodhulp wordt dat nog wel meer gebruikt, veel meer gebruikt, maar zelfs dan. Zitten we onder 50%? Dus minder dan 50% van noodhulpcampagnes maakt gebruik van dit soort ja, meelijwekkende uh, slachtofferbeelden. Wat in plaats daarvan eigenlijk is gekomen, zijn juist. Uh, beelden en plaatjes waar juist de, de, de veerkracht van de mensen wordt neergezet. Waar je juist de stem van de mensen laat horen. Waar je de waardigheid en de kracht van de mensen laat zien. Waar je laat zien dat mensen heus wel zelf ook dingen doen. Ook al wonen ze in een ontwikkelingsland en ook al zijn ze getroffen door een hongersnood bijvoorbeeld. Mensen gaan echt niet zomaar op de grond gaan zitten en wachten totdat de westelingen komen en hun reis gaan geven. Want als ze met die houding in het leven zouden staan, nou dan zouden ze. Het vijfde levensjaar waarschijnlijk niet hebben overleefd. in die omstandigheden waar zij dan leven. Dus um, de, nieuwe, ja, de nieuwe vorm van humanitaire communicatie gaat eigenlijk steeds meer die kant op. Het is geen lineair proces, maar je ziet wel dat een paar organisaties lopen daar heel erg uh, voorop lopen. Anderen hebben dan nog wat meer moeite mee. Maar uiteindelijk gaan we toch heel erg die kant op. En deze ontwikkeling gaat eigenlijk heel erg hand in hand. met uh, een algemenere ontwikkeling. over de beeldvorming, vooral rondom Afrika. Uh, was het pakweg 15 jaar geleden uh, nog heel erg een verhaal van Afrika als continent van, van, van wanhoop en van conflict en van narigheid en van hongersnood, is er toch een, een, een voelbare verschuiving te zien naar Afrika als continent waar ook kansen liggen en waar economische groei is en waar mensen uh, in, in sommige landen meer dan in andere, maar dat, waar mensen zichzelf toch echt uit, ook uit die extreme armoede uh, kunnen, kunnen weten te worstelen? Um, in mijn eigen onderzoek ben ik dus heel erg geïnteresseerd in de, de effecten en de implicaties van dit soort verschuivingen in de beeldvorming. Um, een van mijn grote onderzoeken die ik heb gedaan uh, is een experimenteel onderzoek waar ik uh, 820 Nederlanders heb gevraagd om een filmpje te kijken. Uh, dat was een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. En ze zagen een filmpje, een nieuwsitem, wat ik had uh, bewerkt voor dit doel. Een nieuwsitem over een vluchtelingenkamp uh, in Kenia. Nou, ze zagen allemaal dezelfde beelden. Het verschil tussen de verschillende respondenten zat erin dat één groep van de respondenten hoorde een voice over, dus een stem van de journalist, die de vluchtelingen neerzette als passieve slachtoffers, die eigenlijk niets doen dan in dat vluchtelingenkamp zitten en wachten op externe hulp. En één groep van de respondenten kreeg een voice over te horen waar vluchtelingen werden neergezet als handelende mensen, die ook. Zelf proberen iets te ritselen, die weliswaar in een verschrikkelijke uh, omstandigheid zijn terechtgekomen, maar die ja, elkaar helpen en proberen hun kinderen te voeden en, en nou ja, proberen iets te doen, wat natuurlijk veel dichter bij de realiteit van zo'n vluchtelingenkamp ligt. En waar ik in geïnteresseerd was, was de vraag in hoeverre maakt het uit voor de, voor de reactie op dit soort beelden of we nou de, de, de mensen in dit kamp neerzetten als passieve slachtoffers of als handelende mensen? En mijn verwachting was eigenlijk dat als je die uh, mensen in dat kamp neerzet als handelende mensen, die zelf iets willen en zelf iets proberen, dat we daar toch meer bij zouden moeten voelen, dat we daar toch meer empathische reacties bij zouden moeten krijgen, omdat wij toch ook handelende mensen zijn en wij toch misschien iets van onszelf ook in die mensen daar uh, zouden herkennen. Dat had ik heel braaf afgeleid uit de literatuur binnen de uh, mediawetenschap. In die literatuur was wel heel veel theorie hierover, maar heel weinig empirisch onderzoek. Nou, ik deed het onderzoek en ik kreeg mijn data terug, ik runde mijn analyses en daar klopte helemaal niks van mijn hypothese. Sterker nog, het bleek andersom te zijn. Het blijkt dus zo dat mensen juist meer medelijden voelen, juist meer geraakt zijn en juist meer het idee hebben dat ze iets kunnen betekenen, iets kunnen doen, als je het simpele slachtofferverhaal vertelt. Als je het verhaal te ingewikkeld maakt, als je die mensen in dat vluchtelingenkamp ook zelf actief laat zijn en zelf iets laat regelen, dan gaan deze indicatoren omlaag. Niet heel veel, het zijn geen hele grote effecten, maar het zijn significante effecten. Je zou natuurlijk heel graag het verhaal willen vertellen van je moet die mensen in dat vluchtelingenkamp neerzetten als, he, als volwaardige mensen die zelf iets doen, want dan raakt het ons ook meer. Maar dat is dus niet de conclusie uit mijn onderzoek. Wat dus niet betekent dat we terug moeten gaan naar die live-aid beelden. Want wat ik heb gemeten in mijn onderzoek zijn dus emoties. Eh, empathische emoties eh, op korte termijn. Direct naar het kijken van dat filmpje. En als het gaat om dat soort emoties, dan inderdaad. Eh, dan moet je het verhaal simpel houden. Dan moet je het alleen maar hebben over de slachtoffers die niet zijn dan slachtoffers. Maar het moet ons natuurlijk niet alleen maar gaan om die emoties. Die emotie van medelijden bijvoorbeeld. Want we weten dat allemaal, die, is, die kunnen we oproepen. Dat kan, nou, als we dat slim doen, dan, dan kan dat bij bijna iedereen hier. Maar we weten ook dat die emotie heel snel weer kan verdwijnen. Sterker nog, als we te vaak geconfronteerd worden met dit soort beelden, dan kan het zelfs gebeuren dat die emotie kan omslaan naar iets van cynisme. Um, eerder dit jaar was er een filmpje van uh, Save the Children. Uh, en dat filmpje dat maakte nogal veel gebruik. Van dat soort uh, slachtofferafbeeldingen van kinderen met, met hongerbuitjes, vliegjes op hun ogen. Heel erg binnen, dat, binnen die live-aid beeldvorming zou je kunnen zeggen. En er was toen heel veel kritiek op. Uh, vooral binnen de sector zeiden mensen: well, Dit kan echt niet meer, dit mag je niet meer doen. Er was zelfs uh, ja, mensen die, die, die zeiden: dit, dit, hier, hier moeten we uh, uh, Save the Children op aanspreken dat ze dit nooit meer doen. En de directeur van Save the Children die reageerde daar ook op. En uh, die reageerde op die kritiek. En wat hij dus zei was. In alle eerlijkheid, dit is nu een citaat, in alle eerlijkheid is dit gewoon de Ariel-campagne. Niemand vindt dat wasmiddelcampagnes heel gezellig zijn om naar te kijken, maar het levert ons bovenmatig veel donateurs op. En ik vond dat zo'n opvallende uitspraak. Um, wat dit namelijk wel laat zien is dat die organisaties zich heel erg bewust zijn van dit enorme spanningsveld. Dit spanningsveld tussen aan de ene kant geld willen ophalen, vaak op korte termijn. Dus mensen wel moeten aanspreken op die... Emotie op dat medeleiden. Maar aan de andere kant dus ook een rol moeten spelen in die beeldvorming rondom ontwikkelingslanden. En het laten zien van de complexiteit van humanitaire rampen, het laten zien van de complexiteit van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Um, en dit is een discussie die dus volop wordt gevoerd binnen de sector. Die organisaties zijn er dus heel bewust van, er worden meetings georganiseerd. De marketingmensen praten met elkaar hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Maar ik vind dat dit een discussie is die eigenlijk veel breder gevoerd zou moeten worden. Waar ook het algemene ja, het Nederlandse publiek eigenlijk veel meer bij betrokken zou moeten worden. Nou, Wat we dus hebben gezien eh, door de tijd heen is dus die verschuiving van heel erg zielige hongerbuikjebeelden naar beelden van, van veerkracht en beelden van ja, resilience in het Engels. En we hebben ook gezien dat het niet altijd makkelijk is om het publiek daarin dan mee te nemen. Dus misschien moeten we ook kijken naar hele andere, hele nieuwe vormen van, van, ja, van interactie met dat soort um, representaties. En een prachtig voorbeeld hiervan, wat ik jullie uh, tot slot nog even wilde laten zien, is Refugee Republic. Dit is een uh, prachtig digitaal project... Uh, gemaakt onder andere van de Volkskrant en een aantal andere partijen, waar je zelf als bezoeker door een vluchtelingenkamp reist en gedreven door je eigen nieuwsgierigheid eigenlijk verschillende plekken in dat, nieuws, in dat uh, vluchtelingenkamp in Irak uh, bezoekt, mensen leert kennen, mensen die jou je verhaal vertellen. Dus hier gaat het niet om het oproepen van die, van die emotie, maar hier gaat het juist om die eigen ervaring. Want ik denk dat als we willen dat mensen zich het lot van anderen in leed sterker aantrekken, dat we het dan juist moeten hebben van, van begrip en van reflectie. En zeker niet alleen maar van die wispelturige emotie van medelijden.